Goedemiddag, welkom allemaal bij deze kennisbreek van SRM. Maak het verschil met een goede omgevingsanalyse. Welkom bij deze kennisbreek. Voordat we beginnen, eerst even een aantal opmerkingen over dit webinar. De moderator is Wiebe. Dankjewel Wiebe om erbij te staan. We zullen ongeveer 35 minuten, zal ik een presentatie geven, iets vertellen over de omgevingsanalyse. En daarna is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Heb je een vraag, stel hem dan in de chat. Kan ook al tijdens de presentatie, maar ik zal ze pas na afloop gaan beantwoorden. Als je hem invult, wil je dan ook even je naam erbij zetten. Dat is wel prettig, dan weten we ook wie het heeft gevraagd. Eventueel bij je organisatie erbij. Goed, wie ben ik eigenlijk? Ik ben Kees-Jan Steverink, trainer en adviseur crisiscommunicatie bij VNR. En door SRM gevraagd om dit onderdeel vorm te geven en ook mee te denken over een nieuwe leergang. En daarover nog meer aan het einde van deze presentatie. Ik heb ervaring in diverse crisisfuncties. Heb dat geleerd bij in ieder geval de veiligheidsregio Utrecht. Daar was ik beleidsadviseur crisiscommunicatie en daarvoor bij de gemeente Nieuwegein. Omgevingsanalyse zelf, crisisanalyse, heb ik al gemaakt sinds 2011. Daarvoor heette het mediaanalyse en diverse incidenten, crisis gehad. Bijvoorbeeld bij diverse gemeentes wat maatschappelijke onrust incidenten. Waarbij ik een analyse heb gemaakt om te kijken wat speelt er nou eigenlijk in de buitenwereld. Bij het eerste weekend van het neerstorten of het neerhalen eigenlijk van MH17 heb ik geholpen voor het maken van analyse. De Nuclear Security Summit was ik een van de vele analisten. Koninginnedag 2012 ook een voorbeeld. De luchtmachtdagen in 2019 heb ik begeleid met een heel team van webcare en analisten. Maar ook incidenten als een 24 uur stroomstoring, die een hele andere dynamiek heeft op het moment dat je eigen gemeente ook zonder stroom zit. En een ontruiming van de zorgcentrum en nog vele andere zaken. Wil je met me linken, dan kan dat op LinkedIn en ja, je kan me gewoon opzoeken. Waar ga ik het eigenlijk over hebben met jullie de komende half uur? Nou, allereerst, waarom wil je analyseren? Waarom gaan we analyseren? En is dat dan een omgevingsanalyse of een issue-analyse? Wat is het? Waar moet het dan voldoen? Welke bronnen gebruik je? Aandachtspunten en valkuilen? Fake news en framing ga ik het er even kort over hebben. Waar moet dan een rapport aan voldoen? En wat doe je er eigenlijk mee met zo'n analyse als adviseur of als redacteur? Maar eerst, algemeen, waarom analyseren? En ik pak vier willekeurige voorbeelden uit het verleden, het recente en iets verder weg. Een aantal voorbeelden waarin men iets zei over het analyseren. We gaan eerst naar Geldermalsen toe. En in Geldermalsen was er ooit een bestorming van het gemeentehuis. En dat ging over de komst van wel of niet een AZC. En daarvan gaf men als les dat dit lessen zijn voor later om vooral dicht bij de inwoners te zijn, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Omdat je vooral een actieve houding moet hebben en de bereidheid om echt te luisteren. Luisteren is dus een reden om vooral hier te gaan analyseren. Het volgende voorbeeld is de bezetting van het Maagdenhuis in 2015. En daar werd gezegd van ja, goh, in aanloop, als we nou beter hadden geluisterd naar de werkvloer en naar de studenten, dan was dit nooit gebeurd. En in die zin is dit een wake-up call geweest. Analyse in dit geval dus om te zien wat speelt er op de werkvloer, wat speelt er bij de studenten, om te polsen de temperatuur te meten van je organisatie. Het schietincident Alfa aan de Rijn. Daar werden berichten gebruikt, en vooral Twitterberichten,
om te zien hoeveel mensen er aan zouden geven dat ze naar een stille tocht zouden gaan. Wordt dat dan een grote stille tocht of niet? Zo is die weer gebruikte analyse om te kijken naar wat doen mensen, het gedrag, aankondigingen van gedrag, om ook daarop in te spelen. Een soort stukje crowd management, crowd control zeg maar. En datzelfde zien we ook bij de demonstratie van Black Lives Matter vorig jaar, waar natuurlijk een heleboel over gezegd is. En een van de zaken die daarover gezegd is als er een goede analyse was gemaakt, dan had je juist kunnen weten hoeveel mensen er naar de Dam waren gegaan. Ook weer een stukje crowd management, een stukje crowd control. En dat is dus in dit geval niet gebeurd. Analyse. Ik zeg heel tijd algemeen analyse, maar je hebt verschillende soorten analyse. We onderscheiden bij SRM media monitoring, crisisanalyse, mediaanalyse en omgevingsanalyse. En voor vanmiddag haal ik het stukje crisisanalyse eruit. En crisisanalyse, dat is een analyse die je juist gebruikt bij een issue, een crisis, een dreigende issue, waarbij vooral snelheid kenmerkend is. We willen graag ieder uur een analyse zien. Of kan je nu over een half uur opleveren, wat speelt er, wat is de beleving? Na die analyse ga je mee aan de slag, komt de advies en gaan we communicatie doen. Binnen die crisisanalyse onderscheid ik twee type analyses. En dat is de omgevingsanalyse en de issue-analyse. Deze twee onderdelen zijn ook onderdelen van de crisiscommunicatie. En bij crisiscommunicatie zeggen we, dat doen we niet omdat we zo graag willen zenden of omdat we het heel belangrijk vinden dat de burgemeester goed gepositioneerd wordt of de CEO van het bedrijf. Nee, we doen dat omdat er een behoefte is aan informatie, een maatschappelijke informatiebehoefte. Dat is waarom we aan crisiscommunicatie doen. Ja, als je dat dus weet, dan betekent dus dat je eerst moet gaan kijken, wat is dan die maatschappelijke informatiebehoefte? Het proces van crisiscommunicatie begint daarom ook bij analyse. En analyse, daarin ga je vooral kijken, wat speelt er in de buitenwereld? De buitenwereld naar binnen halen. Bij het advies gaan we de buitenwereld en de binnenwereld samenbrengen. Dus we gaan kijken wat is de beleving, maar we gaan ook kijken naar wat speelt zich, ja, wat zijn de feiten van de crisis? Wat is er echt feitelijk aan de hand? Die twee beelden die kun je naast elkaar leggen en om te zien is er een verschil of een overeenkomst. Daar moet je iets mee doen, uitleggen qua crisiscommunicatie, handelingsperspectieven geven. En dan ga je dus je binnenwereld weer naar buiten brengen. En dan zitten we in de aanpak. En iedere actie levert weer een reactie op. Dus de aanpak levert een effect op. Mensen gaan doen wat ze je gevraagd hebben. Of gaan vooral niet doen wat je gevraagd hebt. Dat effect gaan we analyseren. En dan kunnen we weer door met het volgende advies. Dat doen we net zolang totdat je of afgelost wordt of er gezegd wordt, oké, klaar, we gaan afschalen, we gaan naar huis toe. Dat doen we volgens drie strategieën, namelijk informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving. Ik kom daar dadelijk op terug, leg ik iets meer, beter uit, maar voor iedereen binnen de communicatie kun je dit toch gewoon vergelijken met kennis, houding en gedrag. Als we kijken naar het aanpakken, naar het zenden, iets wat we dagelijks ook heel vaak doen, dan doen we dat ook volgens informatievoorziening, schadebeperking, betekenisgeving, ISB. Bij informatievoorziening gaan we zenden en gebruiken we feiten. Wat is er feitelijk aan de hand? Als we kijken naar de brand die gisteren plaatsvond in Den Haag, of vannacht eigenlijk, dan zie je dat daar dus feitelijk een aantal huizen in brand staan, plus een moskee. Dat betekent dat het tramverkeer gestremd is, dat er wegen zijn afgezet. Het zijn allemaal feiten die je zo kan communiceren.
Procedures, wat wordt er gedaan in een dergelijk geval? Wat doen hulpdiensten altijd in zo'n soort incident-issue? En bij procesinformatie, daar wordt gezegd, wat wordt er op dit moment gedaan? Waarom zijn er op dit moment, heeft de brandweer weer te pakken aan? Als er een tekort is bij informatievoorziening, dan gaan we naar de rechterkant, dan zie je dat in de analyse, doordat er vragen zijn, doordat er geruchten zijn, of dat mensen zelf een bericht gaan invullen met feiten. En je ziet dat ook door berichten met impact. Bijvoorbeeld, op het moment dat er een vermissing is van een persoon, dan zie je een opsporingsbericht van de politie. Dat bericht, dat noemen we een bericht met impact, want je ziet dat dat bericht heel snel gedeeld wordt en geretweet wordt. Het leuke of het grappige, het bijzondere van zo'n vermissing is altijd dat je ziet dat dat opsporingsbericht heel erg veel gedeeld wordt, maar het bericht waarin iemand weer gevonden is, die blijft achter. Nou, dat is echt iets wat je in een analyse kan meenemen. Welk bericht heeft impact? Hoeveel wordt dat gedeeld? En wat zijn de vragen? En meestal kun je op die vragen weer antwoord geven met feiten en procesinformatie. En zo komen dus informatietekorten en informatievoorziening bij elkaar en zorg je dat dat bij elkaar aansluit. Schadebeperking, misschien een gekke term, maar de hele term heet instructies om verdere schade te beperken. Nou, de bekendste is bij brand. Heeft u last van de rook, doe ramen en deuren dicht en elektrische ventilatie uit. Waarom doen we dat? Dat doen we om er te voorkomen dat we ineens heel veel gezondheidsklachten krijgen van mensen die brandende ogen hebben of last van hun luchtwegen. Want dan moet je ineens allemaal ambulances de wijk in gaan sturen. Daarom zijn we handelingsperspectieven. Hoe weet ik of een handelingsperspectief nodig is of dat die opgevolgd wordt? Dat weet ik door te kijken naar het gedrag. Dus bij de analyse kijk ik naar een gedrag of naar aankondigingen van gedrag. We gaan gewoon vanavond naar het park of dat nou mag of niet. En aankondigingen van het gedrag. We hadden net al een voorbeeld van, stille tocht bij Alfa aan de Rijn is zo'n aankondiging van gedrag. Daarvan zeg ik ook altijd, het is een aankondiging die je ziet. Of het echt gaat plaatsvinden, ja, dat weten we natuurlijk niet. Het is net zoiets als een weersverwachting. Het is ook geen weersvoorspelling, het is een verwachting. We gaan kijken of dat uitkomt. Ik heb zelf wel eens meegemaakt dat ik een demonstratie zat te kijken, een Pegida-demonstratie, die was aangekondigd, was bij de gemeente ook bekend. Maar ik zag tegelijkertijd ook geluiden van tegendemonstraties van de Antifa-beweging. En dat meldde ik bij de gemeente en toen gaven ze aan, die vindt niet plaats, want die is niet bij ons aangekondigd. Ja, daar zie je dus dat feiten en beleving niet meer matchen. Ik kon aangeven, ja, het is wel waar er over gesproken wordt, dus hou er maar wel rekening mee. Of dat nou officieel aangekondigd is of niet, het is aan jou en de gemeente om te kijken hoe je daarmee omgaat. Maar het feit dat het aangekondigd is, dat mensen dat kunnen lezen, dat mensen daar misschien actie op gaan ondernemen, dat is wel iets wat je moet weten. Dat zet ik in de analyse. Dat zet ik ook in de analyse, dat zijn emoties en meningen. Emoties, we onderscheiden volgens psychologie 4 basisemoties, boos, blij, bang en bedroefd. En allerlei andere emoties zijn daar een afgeleide van. Denk bijvoorbeeld aan bezorgd. Mensen zijn bezorgd dat de brand gaat overslaan naar hun huis. Of dat ze brandende ogen hebben en dat ze daar blijvend last van krijgen. En op die emoties, daar kan je, en ik zou bijna zeggen, daar moet je op ingaan in je berichtgeving. In je woordvoering, maar ook in je teksten. We begrijpen de zorgen en daarom doen we het volgende. We begrijpen dat mensen boos zijn, maar we proberen er alles aan te doen, namelijk door. En dan geef je weer processeninformatie om dat uit te leggen.
Emoties zijn ook heel vaak duiding die je als woordvoerder kan doen, maar waarbij ook meestal de bestuurder of de CEO om de hoek kan zetten. En die kan dan vanuit zijn of haar positie juist aansluiten bij de beleving. Aansluiten bij de emoties. Maar ook bij klachten of complimenten. Mensen hebben ook een mening, dat is of positief of negatief, daar zou je eventueel iets mee kunnen doen. Wat voor type crisisanalyse heb je nu? Nou, als we kijken naar een crisis of de ramp en we kijken even naar de tijdspannen, ik begin in het midden van dit plaatje, dan is er een crisis, hè, er is opeens een brand. Er komt een actiecentrum, crisiscommunicatie wordt opgetuigd en er is een crisisorganisatie. Veiligheidsregio, brandweer, politie, al deze disciplines komen erbij. En we gaan bezig met de crisiscommunicatie, met de uitvoering. De basis voor een analyse is in dit geval een omgevingsanalyse. Vaak zie je een crisis aankomen of een ramp. Denk aan bijvoorbeeld extreem noodweer. Dat is er niet opeens. Die storm kun je zien aankomen. Er komt eerst een code geel, een code oranje, dan pas een code rood. Hoogwater, droogte, ook dat zie je aankomen. Op het moment dat je dus risico's gaat monitoren, ga naar links van het plaatje, dan zit je veel meer bijvoorbeeld in een issue-analyse. Of een tam-tam, een middel dat bijvoorbeeld een newsroom gebruikt. Een newsroom binnen een gemeente of binnen een organisatie. En die zijn eigenlijk continu aan het analyseren welke risico's bedreigen ons en kunnen eventueel een crisis worden en gaan we dus naar de volgende fase. Bij zo'n type risico, bij dat type gebruiken we een issue-analyse. Maar ook op het moment dat de crisis voorbij is, en we weer richting herstel gaan, naar in de nafase, dan zit je ook weer in de monitoring om te kijken, maar wat gebeurt vervolgens? Wat zijn de vragen en de behoeften en de gedragingen op dat moment? Ook dan is het weer aan een nieuw Zoom of een afdeling communicatie en hebben we een issue-analyse of een tam-tam als middel. Voorheen was dat eigenlijk één grote tijdlijn, maar de corona heeft eigenlijk laten zien dat die in elkaar opgaan. Want zitten we nou op dit moment in de crisis, de acute fase qua corona? Zitten we in de nafase of zitten we in de risicofase? Eigenlijk lopen al die fases een beetje door elkaar heen. En dus moet je vooral kijken naar het doel en het type van de analyse, welk format te gebruiken. Nou, wat is dan een analyse? Hoe leef ik dat op? Dat lever ik op door een rapport te maken. En dat rapport laat zien hoe het incident of het issue beleefd wordt. Dat is het beeld van de communicatieadviseur. Waar een brandweer misschien een beeld heeft van een informatiemanager of de politie, waarbij feitelijk wordt gezegd, dit is er nu aan de hand. Bekijkt de communicatieadviseur vooral naar de beleving. Het analyseert dus ook de beleving en beschrijft de beleving volgens die ISB die ik net heb laten zien. Dat is dus niet een rijtje tweets onder elkaar of een rijtje berichten onder elkaar, waarbij ik zelf als adviseur nog moet concluderen, oké, en nu? Het is een analyse van mensen zijn vooral bezorgd omdat er geen informatie is over het effect van de brand. Mensen lopen de winkels in omdat ze niet doorhebben wat ze nou wel en niet mogen doen. Het rapport omgevingsanalyse geeft vervolgens dus inzicht in de vragen, de gedragingen en de emoties en de meningen. Op het moment dat we een issue-analyse maken, dan weet je niet precies wat het gesprek en de onderwerpen is. Dat ben je aan het analyseren, dat is een onderdeel van het issue-analyse. En eigenlijk bij een issue-analyse kijken we, wat is het gesprek op dit moment in de stad?
Ik noem dat ook wel eens de koffieautomaat van de samenleving. En dat is veel meer gebaseerd op doelgroepen of stakeholders. Nou, dan zien we dat je dat veel beter kan inrichten op doelgroepen. Dus wat zegt de media, wat zegt de opiniemakers of influencers en wat zegt publiek en inwoners? Wat verstaan we dan onder media? Ja, eigenlijk alle journalisten. En daar geven we geen waarde aan. Iedereen die zich journalist noemt, hoort hierbij. Dus dat is zowel Onofs.nl als Nu.nl, als Geen Stijl, als die lokale omroep of die regionale omroep. Opiniemakers, influencers, ja, dan denk je heel snel aan de influencers zoals we landelijk vaak zeggen, hè, de Famke Louises. Maar lokaal is een influencer misschien een bepaald raadslid of de voorzitter van een bepaalde bewonersgroep. Of misschien wel de eigenaar van de sigarenhandel op de hoek. Op het moment dat zij iets zeggen, dan zie je ook dat mensen daar bijvoorbeeld achteraan lopen. Of dat ze zeggen, oh ja, hey, maar hij zegt het ook of zij zegt het ook. Die tweede groep, die opiniemakers, influencers, zijn ook de groep die je heel vaak ziet. Ah, daar hebben we deze groep weer. En de publiek inwoners, de stille middengroep, dat is eigenlijk de rest van de bevolking. Wat vinden zij er eigenlijk van? Bij een issue-analyse kijk ik ook niet alleen naar die doelgroep, maar vooral is er steun of kritiek voor het beleid en welke vragen hebben zij, gedragingen en emoties. Maar door het op die manier in te delen, kan ik ook goed zien waar zitten nou precies de pijnpunten. Zit dat bij de media, zit dat bij die influencers of zit dat misschien bij de grote groep van inwoners? Of verschilt het misschien wel qua behoeftes? Nou, waar kijk je dan naar? Wat zijn de bronnen? Nou, allereerst toch hetgene wat je er snel bij pakt, social media. Waar denk je dan aan? Bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Twitter, is het niet zo dat heel veel mensen niet meer op Twitter zitten? Ja, dat klopt. Maar 100% van de media zit nog steeds op Twitter. En daarom een hele belangrijke middel om te analyseren. Facebook, Facebook is steeds lastiger te analyseren, omdat er ook veel besloten groepen zijn. Maar geeft ook nog een goede indicatie wat men ervan vindt. Maar ook in Instagram zit er weer hele andere, zit een hele andere doelgroep. Net zoals bijvoorbeeld Snapchat. Kun je Snapchat analyseren? Jazeker. Niet door de persoonlijke verhaaltjes te bekijken, want dat kan niet. Maar je kunt wel naar de openbare verhaaltjes kijken. Want dat doe je door de SnapMap te bekijken bijvoorbeeld. En hoe meer mensen 5G gebruiken, hoe sneller je filmpjes kan uploaden. En ik heb zelf ook al eens gezien bij bezoek van de koning in Utrecht, hoe snel een filmpje tijdens het bezoek nog aan invloed kan winnen. Waarbij je dus op YouTube in de gaten moet houden om te zien, hey, hier wordt een filmpje geüpload over een incident en daar moeten we direct op reageren. Traditionele media, dat is traditioneel natuurlijk radio, tv en krant. Maar dat is al heel lang, is dat nu.nl, ad.nl, telegraaf.nl en die maken ook filmpjes met interviews. Die twee bij elkaar, social media en traditionele media, kun je ook analyseren door bijvoorbeeld een Obi4One of een Kusto of een andere monitoringstool te gebruiken. Nou, dan hebben we nog persvragen en publieksvragen. En dat zijn vragen die worden ook gesteld buiten social media of traditionele media om. Daarvoor moet ik een lijntje leggen, contact leggen met bijvoorbeeld het klantcontactcentrum, woordvoerders, persvoorlichters, de persoon bij het afzetlinkje. Dat moet je dus organiseren. Kijk vooral daar waar het gesprek plaatsvindt. Worden mensen opgevangen in een opvangcentrum
zet daar dan een publieksvoorlichter neer om die vragen te analyseren. Nou, waar let dan een analist op? Natuurlijk die vragen, gedragingen, meningen waar ik het al eerder over had. Maar je kijkt ook naar wat zijn kritieke actoren? Wat is eigenlijk de taal? Wat is de taal van de straat? Hoe kan ik daarbij aansluiten? Is het ook de achterliggende gedachte? Zie ik fake news? Zie ik framing? Wat voor foto's gaan er rond? Video's gaan er rond? Maar ook, wat zijn de thema's eigenlijk van dit issue of deze crisis? Er zijn de eerder vergelijkbare incidenten. Kijk, op het moment dat je een brand hebt bij een bedrijf en dat wordt gezegd, hey, een tweede Moerdijk, dan geeft dat direct iets aan voor de impact die gevoeld wordt. Maar ook de maatschappelijke discussie. Ik heb een keer een deelnemer aan een training gehoord die zei, goh, we hadden een informatiebijeenkomst, we hadden ons voorbereid op een onderwerp en we zitten daar en vervolgens komen er allerlei vragen over achterstallig onderhoud en allerlei andere projecten waar we mee bezig waren. Dat zat blijkbaar hoger dan het onderwerp waar ze voor kwamen. Dat is dus een maatschappelijke discussie die op dit moment plaatsvindt, maar waaraan men soms voorbij gaat. Dat is wat een analist heel goed in kaart kan brengen. Het is fijn dat je met mooie nieuwbouwplannen komt in de stad, maar op dit moment zijn dit de thema's waar mensen zich zorgen over maken. Wat zijn de valkuilen? Een valkuil is dat je niet analyseert wat je ziet, wat de beleving is, maar dat je daar een mening over hebt. Of dat je direct al denkt, oh ja, maar dit is onzin, daar hoef ik niks mee. Dan doet dus ook niemand er iets mee. Dus ga niet als een adviseur aan de slag, maar ga echt analyseren. Ga kijken, wat zegt men nou precies? Een flauw grapje daarbij is als je als analist en adviseur bijvoorbeeld naar buiten gaat kijken, je hangt allebei uit het raam, dan zegt een analist, hey, ik zie dat de straat nat is. Ik zie ook dat iemand met een paraplu loopt. De adviseur draait zich om en zegt, dankjewel, het regent. Die analist kijkt verder en zegt, nee, op 4 hoog zijn ze met emmers water bezig om bloemen water te geven of om een balkon te schrobben. Flauw grapje misschien, maar het geeft wel aan, hey, je moet verder kijken. Ik analyseer alleen nog maar en trek nog geen conclusie. Heb ook geen tunnelvisie. Ga niet specifiek kijken wat wordt er gezegd over deze straatroof van een geldtransport bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar kijk ook eens wat zegt men überhaupt over Amsterdam of over Noord-Holland. Aandachtspunten is dus objectief beschrijven, blijf altijd breed kijken en kijk vooral ook niet alleen online. Er worden heel veel vragen gesteld van mensen die op andere plekken binnenkomen dan op Twitter, Facebook of per mail. Ga niet interpreteren en alles kan relevant zijn. Dat weet je niet, dat weet je pas als je als adviseur aan tafel zit. Nou, dat is misschien al moeilijk. Ik zeg soms, oké, dat hebben we onder de knie. Maar dan, de wereld verandert. Niet alles wordt meer geloofd, wordt vertrouwd. We zien dat mensen zelf berichten in de wereld te brengen. Vandaag nog nieuws over corona, dat er toch wel ontzettend veel fake nieuws de wereld is ingeholpen. Ja, dat wisten we als analisten natuurlijk al. Fake nieuws. Fake news is een containerbegrip. Er wordt heel vaak geroepen, dit is fake news, maar wat bedoelt men dan eigenlijk? En bij fake news heb je eigenlijk diverse soorten fake news. En voor om te bekijken, te analyseren, welk onderdeel hebben we nou mee te maken, moet je eigenlijk vooral kijken naar het motief. Wat is nu het motief van degene die dit fake news brengt? Was het misschien om grappig te zijn? Denk aan de Speld. De website De Speld is eigenlijk gewoon fake news. Maar als je ziet wat de bedoeling erachter is, namelijk humor met misschien soms een serieuze ondertoon of om ons over ergens over te laten nadenken, en je gaat het op die manier ook bekijken,
ja, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar neem je het serieus, ja, dan gaat er iets niet goed. Misschien is een ander motief om jou op een linkje te klikken en vervolgens jou de bankgegevens in te laten vullen, zodat iemand anders de rekening kan leeghalen. Criminele achtergronden dus. Hoe herkennen we fake news? Fake news in tekst, bijvoorbeeld een berichtje van MOS Nieuws. Als je heel snel leest, denk je, oh, MOS Nieuws, dat is officieel nieuws. Met een mooi fotootje erbij, waarbij je denkt dat een presentator het echt aangeeft. Maar het is helemaal bij elkaar verzonnen. Maar we zagen ook vorig jaar een bericht verschijnen met een mooi persbericht, logo van de politie, referentienummer erbij, waarin gezegd werd dat het hele land gereinigd werd door de luchtmacht, omdat er een stof in heel Nederland gespoten werd. Ja, dat is dus onzin, maar het ziet er wel steeds echter uit. En tegenwoordig qua techniek, foto's zien er ook al steeds echter uit. Links de echte foto, ja, je ziet hem al, Trump ziet zichzelf graag als held natuurlijk. Maar het is toch echt fake news. Fake news in beeld komt ook steeds beter, komt steeds meer voor. En met bijvoorbeeld technieken als deepfake zie je soms ook niet meer het origineel. De Tweede Kamer is pas nog getrapt in een gesprek waarvan zij dachten dat het de stafchef van Navalny was. Maar het bleek of deepfake of een dubbelganger te zijn. Allebei fake news. De heer Trump, ik noemde hem al, we zijn nog niet van hem af, maar hij heeft wel fake news op de kaart gebracht. Al was het maar omdat hij bijna dagelijks zei, dit is fake news. Alleen wat hij vaak bedoelde was niet, dit is fake news, maar ik kijk anders naar de wereld dan jij dat doet. En dat is framing. Framing is de manier waarop je naar de wereld kijkt. En als analist kom je heel veel framing tegen. Je kan over de rechterlijke uitspraak van de avondklok ook diverse frames leggen. Nou, hier zijn een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld dat je blij bent met de rechterlijke uitspraak, omdat je ziet van, zie je wel, het klopt niet. Je kan ook zeggen, je had misschien geen geloof meer in de rechtspraak of in de rechtsstaat, maar dit laat juist zien dat de rechtspraak onafhankelijk is. Een ander frame die we hebben gezien. Maar er is ook een derde frame. Eén vandaag zegt, nou leuk en aardig, maar 60% zegt eigenlijk dat de verlenging een goede zaak is. Allerlei manieren om framing aan te geven. Framing in tekst, maar framing ook in beeld. Volgen mensen nou de maatregelen op of niet? Dat was vorig jaar in maart een discussie. Moeten we nou de lockdown in of niet? En verschenen foto's, zoals links, die komt uit de krant. Overvolle stranden, mensen houden zich niet aan de maatregelen. Ga ik hier een drone boven hangen, dan zie je dat mensen zich wel aan de maatregelen houden. Op datzelfde moment keek ik wat op een webcam. Wat zie ik hier in Groningen en ik zie een leeg plein, kan ik een hele andere conclusie trekken. Dus het is ook maar wat wil je laten zien, wat willen mensen laten zien, framing in beeld. Bij framing is het vooral belangrijk, wat is de impact? Hoe reageren we mensen daarop? Denk dat als analist in kaart. Nou, dan ga je het format maken. En wat zet je dan in die rapportage? Wat is het format voor die rapportage? Nou, allereerst, waar heb je eigenlijk analyse over gemaakt? Het onderwerp. Over welke periode heb je berichten bekeken en wie is de analist, zodat ze met jou in contact kunnen komen. Een karakterisering, een samenvatting, en ik zeg wel eens dat zijn eigenlijk drie zinnen waarvan je een incident zal typeren. En zinnetjes die je vaak ziet is, dit is een lokaal incident met landelijke uitstraling. Dit is een incident met grote impact. En vervolgens doe je of het omgevingsbeeld, als het om een omgevingsanalyse gaat, met informatietekorten, gedragingen, emoties en meningen, en je geeft een advies. Als je een issue-analyse hebt,
Dan zet je bij het omgevingsbeeld dus die media, opinie en publiek met steun en kritiek, zoals ik dat al eerder aangaf. Dan hebben we een analyse. En dan? Ja, dan is de analyse eigenlijk een strategieprikker door die hele omgeving, door die hele communicatie heen. Ik ga je dat eerder al advies aanpak, gaat hier ook iets mee doen. Nou, de adviseur gaat ermee aan de slag. Wat gaat hij doen? Namelijk het advies erop baseren. Is eigenlijk de informatiebehoefte? Wat kan ik geven voor informatievoorziening? Of moet ik meer gewicht geven op handelingsperspectieven? En welke handelingsperspectieven dan? Of wat wordt de betekenisgeving? Wat geef ik mijn burgemeester mee? Waar moet die zich op richten? Of wat geef ik mijn CEO van een bedrijf aan? Waar moet je je op focussen? Wat wordt de strategie eigenlijk? En uiteraard, het advies is afgestemd op de doelgroep. En je kunt dus ook meerdere doelgroepen hebben. En dus meerdere adviezen voor bijvoorbeeld de aanpak. Wat doe ik als redacteur dan met zo'n analyse? Nou, dan maak ik de FAQ van. Met die veelgestelde vragen. Alle vragen netjes onder elkaar zetten. Hartstikke handig, dankjewel analist, scheelt mij een heleboel werk. Antwoorden erbij zetten op die vragen en ik kan publiceren. Soms duurt dat nog een paar uur voordat er een FAQ is. Ik zeg, dat hoeft niet, na de analyse kan je direct gaan publiceren. Maar ook een feitelijk artikel, je kan bevestigen dat iedereen kan horen, zien, ruiken, voelen, proeven. Dat haal ik uit die analyse. Maar ik kan ook zien, waar vindt het gesprek plaats? Bijvoorbeeld op de Facebookgroep Alles over Den Haag. Dan moet ik misschien ook een linkje naar de FAQ maken bij de Facebookgroep. En niet denken dat iedereen maar automatisch je website weet te vinden. En ik zei het al eerder, aansluiten bij de emoties, de toon van je berichtgeving. Ook dat haal ik uit de analyse. Samenvattend, hoe ga ik aan de slag? Nou, ik begin met het verzamelen van gegevens. Ik vraag pers- en publieksvragen op. Ik kijk naar het effect van de eigen communicatie. Ik analyseer die gegevens en verwerk ze in een rapportage. En zet er advies bij en stuur hem dan door naar de adviseur. En vervolgens gaat de adviseur ermee aan de slag. En die gaat interpreteren en die gaat bekijken waar moet ik wel iets mee, waar moet ik niet iets mee. Wat vind jij burgemeester, hoe zit het nou in gemeentesecretaris, directeur, klantrelaties, hoe kijk jij ernaar? En zo ga je er verder mee. Vind je dit nou een interessant onderwerp? Wil je meer weten? Of wil je meer weten over een media- en omgevingsanalyse en niet alleen crisisanalyse? SRM is bezig met de ontwikkeling van een leergang waarin we al die type analyses gaan verwerken, maar waarin ook losse modules komen waarbij je ook losse onderdelen kan volgen. Vind je het interessant om daar wat meer van te weten of wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan even een mailtje naar ons en dan kun je op de hoogte gehouden worden. Daar worden diverse deskundigen bij aangetrokken om dan vervolgens jou daarin les te geven. Het is een hele leuke, mooie leergang. Masterclassen zijn nog naar de vorm aan het kijken. Hou vooral op de informatie in de gaten. Maar heb je interesse, laat het ons weten. Tot zover mijn kennisbreek van omgevingsanalyse. Ik heb jullie meegenomen in de wereld van een crisisanalyse. Daar is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Dat doe ik aan de hand van jullie vragen. Geef je vragen aan. Ik zie er een aantal binnenkomen. Verzoek, zet ook even je naam erbij. Dan maken we het wat persoonlijker. Dus als je dat zou willen, graag. En dan ga ik ze nu behandelen. Lisa, de AVG, mag je persoonlijke namen opnemen in een media-analyse? Ja, in principe is de opmerking
In de AVG staat dat je geen persoonlijke gegevens mag opnemen, want ik moet als persoon dat kunnen controleren. Dus nee, dat mag niet. Maar er staat ook nog iets bij, namelijk op het moment dat je kan hardmaken waarom je dat doet, bijvoorbeeld voor de publieke zaak, dan mag dat wel. Dus bijvoorbeeld een fractievoorzitter die een vraag heeft gesteld, dan mag ik best wel zeggen dat dat de fractievoorzitter was. Dus er zitten wel wat opmerkingen bij acuutheid, de urgentie, publieke zaak. Dan kan je iets daarover wel zeggen. In dit geval zou ik ook zeggen, neem even contact op met eventueel je eigen AVG-deskundige in je organisatie. Wij zijn dat sowieso ook aan het uitzoeken en wel vast en zeker ook onderdeel worden van de leergang. Om ook even te kijken, wat kun je nou wel en niet? Terechte vraag. Volkskrant heeft een groot artikel over geschreven. Wat mag niet? Wat sowieso niet mag, is een nep-account in het leven roepen of stiekem in een besloten groep staan, zitten om daar de geluiden op te vangen als doel om het in een analyse te zetten. Dan ben je undercover aan het gaan, dat is niet onze taak, dan moeten we naar de politie gaan. Dus dat mag heel duidelijk niet en daar is de ophef ook over ontstaan. Eerder al bij de NCTV en nu bij de gemeentes in het Volkskrantartikel. Ik hoop dat dit tot zover genoeg antwoord geeft, Lisa. Dan is de volgende vraag of er een vast format of een draaiboek is om een omgevingsanalyse of issue-analyse op te stellen. Ja, dat is het format dat ik je zo straks liet zien. Er zijn dus twee formats. Als je die onder elkaar zet, dat is het format voor een omgevingsanalyse. Dus ik maak gewoon een Word-documentje. Bovenin zet ik het onderwerp, de volgnummer, de datum en de analyseperiode. Zet mijn naam daarbij, eventueel een telefoonnummer, zodat ik te bereiken ben. Vervolgens zet ik dus de samenvatting karakterisering erbij. En voor gemeentes veiligheidsregio's, dat is het gedeelte dat in het landelijk crisismanagement systeem, LCMS, komt te staan. En daaronder zet ik alle vragen, de gedragingen en de meningen, emoties. Eventueel kun je het nog aanvullen met bijzondere beelden die je hebt gezien. Het liefste in linkjes en niet in plaatjes, want dan wordt het een soort plakboek. Maar ik kan ook nog een lijstje maken van bijzondere bronnen, bijvoorbeeld let op Facebookgroep XYZ. Welke tools gebruik ik om de gegevens te verzamelen? Lilian, die vraag komt van jou. En daar zijn diverse tools voor. De bekendste zijn Cousteau en Obi4One, maar je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, ik maak een tabblad, op de ene zet ik in jouw geval RTV Utrecht, misschien ook de lokale omroep. Je pakt Twitter en je zoekt op de plaatsen waar iets plaatsvindt, bijvoorbeeld Vianen. En Facebookgroep hou je bij. Je lokale media ga je ook bekijken en dan ga je op die manier alles inventariseren. We hebben social media monitoring tools, diverse in Nederland, en die kun je ook gebruiken. En dan kan je gewoon zoekwoorden invullen. Kan dus heel goed zonder een tool, maar een tool maakt het wel makkelijker, alleen ja, die moet je heel vaak weer betalen. Zijn er gratis programma's mee om mee te monitoren? Er zijn diverse gratis programma's. Ik gebruik zelf op dit moment betaalde programma's. Maar TweetDeck, Hootsuite waren van die bekende programma's. Maar ook gewoon Twitter. En als je nou niet op Twitter zelf zit en je wilt toch gaan monitoren, dan is de truc om even op te zetten, bijvoorbeeld twitter.nl/ bijvoorbeeld NOS of een bekend account. En dan kom je namelijk iets dieper in Twitter en dan komt tegelijk het zoekveld erop bij te staan. En dan kan je lekker zoeken.
Zo gebruik ik zelf ook als ik niet nu wil inloggen. En dan kan je gewoon daarin zoeken. Facebook hetzelfde, ook daar kan je zoeken en dan kan je zoeken op de berichten. Je zet op volgorde van de datum en je kan heel goed zien wat iedereen vindt. Heel vaak doe ik dat omdat niet alle monitoringprogramma's goed omgaan met Instagram en Facebook vanwege de privacy. Doe ik dat ook nog steeds door Facebook er handmatig naast te houden. Dus dat zijn de gratis programma's om mee te monitoren. In zo'n leergang gaan we daar uiteraard ook dieper op in. Wat zijn dan goede tools om dat te gebruiken? Lisa, dat was de vraag. Was het antwoord duidelijk, zie ik. Dankjewel. Esme, is er een grove inschatting te maken van de verhouding analisten, adviseurs en redacteur? Goeie vraag. Wat je heel vaak ziet is dat mensen het erbij doen. Als je kijkt in een crisis, dan heb je meestal, als je dat bedoelt, één analist, misschien twee, dat ligt eraan. Als je kijkt naar de aanslag, het schietincident bij de tram in Utrecht, dan was dat over een dag meer dan 250.000 berichten. Dat is best veel in je eentje. Dat is handig als er meerdere mensen bij zitten. Maar heel vaak doe je als analist dit alleen. Je hebt één of meerdere adviseurs. Adviseur voor de burgemeester, voor je CEO, voor misschien een uitvoeringsteam. En redacteur social media, redacteur veelgestelde vragen, redacteur voor de website, redacteur voor de live blog. Redacteur die een statement voor je bestuurder moet maken. Een redacteur voor publieksvoorlichten die op de locatie zelf staat. Vul maar in, afhankelijk van het incident. Ik weet niet of dat de vraag was, Esmee. Anders geef even aan wat je precies bedoelt. Maar dan zie je het meestal op die manier als dat je vraag was. Esther, jij vraagt of... dat je ook naar bronnen buiten social media of e-mail moet kijken voor analyse. Of ik dan ook aan vragen denk die telefonisch binnenkomen. Jazeker, Esther. Waar ik aan denk, bijvoorbeeld bij persvragen. Laat ik eerst naar persvragen kijken. Waar komen persvragen binnen? Nou, ten eerste bij de woordvoerder bij het incident zelf. Zagen we ook weer vannacht bij Den Haag. Bij de woordvoerder die daar op straat stond. Daar worden vragen gesteld. Die woordvoerder die zou even de belangrijkste vragen moeten opschrijven of doorbellen naar de omgevingsanalist. En de omgevingsanalist kan die verwerken. Daar komen nog meer persvragen binnen. Bij de gemeente of bij de veiligheidsregio. Maar kijk bijvoorbeeld bij corona. Dan komen ze ook binnen bij de huisarts, de GGD, het RIVM, bij de gemeente. Bij een ziekenhuis. Dat kan soms een behoorlijke klus zijn om al die vragen binnen te krijgen. Dus dat moet je wel organiseren. Dat doet meestal het hoofd van de crisiscommunicatie. Dit zijn zaken waar je van tevoren al over na kan denken. Meestal is het gewoon een klantcontactcentrum. Bijna alle gemeentes hebben die wel. En dan ga je daar een contact leggen. Dat doe je in principe sowieso al. Dat kan een redacteur ook doen. Want daar komen vragen binnen. Het is ook wel fijn als de KCC antwoorden heeft. Dus ik zeg meestal, maak de contactpersoon van de FAQ, maak die contactpersoon. Nou, dat geldt dus ook voor de publieksvragen. Want die komen bij een KCC binnen. Maar die komen ook binnen bij, wat ik zei het al, bij het afzetlintje waar iemand staat. Bij een opvangcentrum. Op straat zelf. Misschien bij meerdere locaties van jouw gemeente. Ook dit is weer afhankelijk van het incident. En kan ook bij partners binnenkomen. Dus dat zijn zeg maar alle, ja, ik noem het ook wel eens offline vragen, die gesteld worden buiten de social media, traditionele media kanalen om. En afhankelijk van het incident kan dat op heel veel plekken zijn. Even kijken, Jacqueline.
Jullie hebben goede ervaring met Custolisten en heeft ons geholpen bij een crisis. Gaat via abonnement en scannen dagelijks berichten. Nou, dat is volgens mij geen vraag, maar gewoon een mededeling. Ja, Custo, Obi doet dat ook. Het zijn inderdaad tools die dat aanbieden. Dankjewel voor de aanvulling. Esmee, dat er vaak te weinig redacteuren zijn. Ja, dat klopt. Heel vaak zie je dat er één redacteur op piket staat. Ja, en dan zie je dat de crisis toch wel wat meer vraagt. Ja, ik heb wel diverse keren meegemaakt dat je toch een behoorlijk team van redacteuren hebt. Misschien zelfs met een teamleider erbij. Ik zei al, ik heb een stroomstoring meegemaakt die 24 uur duurde voor de gemeente Nieuwegein. Inclusief het gemeentehuis zelf. Toen zat er één redacteur alleen maar op de interne communicatie. Die hadden we daar helemaal opgezet omdat dat heel veel vragen waren van de organisatie zelf. En één redacteur die alleen maar bezig was met de veelgestelde vragen. Nou, mijn tip voor de invulling van crisiscommunicatie, maar ook analisten. Kijk vooral naar wat er op je afkomt en ga dan opschalen en meer mensen erbij. En ga niet alleen maar zeggen, dit is het team waar we het altijd mee moeten doen. Maar wees flexibel in het opschalen. En mijn tip is ook, zorg dat je in het begin eigenlijk iets meer mensen hebt. Het is nou veel makkelijker om mensen weg te sturen dan mensen later weer bij te vragen. Dus ik herken dit, Esmee. Zijn er nog meer vragen? Vragen over omgevingsanalyse, issue-analyse of het gebruiken van de analyse in de praktijk. Intussen zie ik een aantal mensen weer weggaan. Misschien komen er nog vragen binnen, anders wil ik jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor de aandacht. Nou, we hopen dat we in dit kleine uurtje jullie hebben meegenomen in de wereld van omgevingsanalyse en issue-analyse. En een kijkje hebben gegeven wat er allemaal bij komt kijken. Wil je meer weten? Wil je er meer over leren? Neem contact op en je wordt uitgenodigd. Er komt zeker meer. Hou Babbage in de gaten, hou SRM in de gaten. Er komt zeker meer informatie over deze leergang. Niet alleen crisisanalyse, ik zei het al, maar mediaanalyse, omgevingsanalyse. Dat zijn thema's die veel breder zijn, veel uitvoeriger zijn. Hè? Ook mediamonitoring, waar je heel veel over kan vertellen. Daar gaat die leergang gaat daar dieper op in. Dus hou dat in de gaten, wordt echt een ontzettend interessante leergang en interessante studie. Nou, mocht er geen vragen meer zijn, dan dank ik jullie. Ah, er komen wat vragen binnen. Kun je iets vertellen over procesantwoorden in relatie tot inhoudelijke antwoorden? Graciella, ik hoop dat ik het gewoon goed uitspreek. Nou, procesantwoorden, kijk. Er zijn een heleboel informatie die je zo kan vertellen. Nou, een heel bekend voorbeeld, bijvoorbeeld het schietincident bij de tram, ook wel aanslag in Utrecht genoemd. Daar kan je zeggen, ja, je ziet dat het tramverkeer stil is komen te staan. Ja, je ziet ook inderdaad dat er iemand heeft geschoten. Wat je niet kan aangeven is... Wie zijn eigenlijk de gewonden? Zijn er ook dodelijke slachtoffers gevallen? Dat is vaak aan de bestuurder om daar iets over te zeggen. Maar alleen maar zeggen, daar kan ik geen antwoord op geven of geen commentaar, dat is niet zo netjes. En dan hebben we een procesantwoord. Datzelfde geldt voor antwoorden over bijvoorbeeld de oorzaak. Nou, wat is zo'n procesantwoord als over de oorzaak kan ik op dit moment nog niks zeggen? Dat zijn we aan het onderzoeken. Of een procesantwoord is, ja, u ziet ook dat de slachtoffers zijn gevallen, maar een exact aantal kan ik u nog niet geven. Dat komt namelijk omdat we het volgende nog aan het doen zijn. We moeten nog analyseren, de familie informeren, et cetera. Procesinformatie kan ook zijn, waarom lopen
loopt de brandweer in witte pakken en hoef ik dat niet? Nou ja, dat komt omdat zij dagelijks in aanraking komen met asbest. En dus een grote kans is op gevaar voor de volksgezondheid van iemand die er even langs loopt. Daarom hebben zij wel beschermde kleding aan en hoeft u dat niet. En zolang u van die asbest afblijft, is er niks aan de hand. Allemaal procesinformatie. Wordt de methodiek ook bij gemeentes of overheid gebruikt of breder? Nee, de methodiek kun je overal gebruiken. Ik geef hier ook veel trainingen in. Onderwijsorganisaties hierbij getraind, die gebruiken het. Ziekenhuizen, zorg, maar ook bedrijven gebruiken het. Als bedrijf wil je ook zien wat er gezegd wordt, wat er over jou verteld wordt. Als evenement kan je hem heel goed inzetten. Wat is eigenlijk, wat verwachten we dat er gaat komen? Daar kan je het heel veel goed voor gebruiken. Maar denk aan corona. Dan wil je als winkel ook weten, waar zijn precies de vragen over? Waar kunnen we ze bij helpen? Of bij horeca? Zijn de zorgen die ik nu al kan weghalen en die ik kan meenemen in mijn communicatie? Dus zeker. Niet alleen maar gemeentes en overheid, maar zeker ook breder. Absoluut. Ik zie verder geen vragen meer binnenkomen. Onze moderator Wiebe kijkt ook naar mij, die ziet verder ook niks. We hebben nog heel korte tijd en dan gaan we ook heel erg afsluiten. Dus als er verder geen vragen meer zijn, dan dank ik jullie voor jullie aandacht. En ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben en dat jullie het interessant vonden. Ik vind het in ieder geval een heel interessant vak. Wil je meer over weten, neem contact op, want het is echt een boeiend vak waar nog zeker veel meer over te vertellen is dan dit kleine uurtje. Als er geen vragen meer zijn, dan zeg ik dankjewel, tot ziens, fijne avond. En misschien wel net als ik, heel veel plezier vanavond bij het Songfestival.